Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe normale weekvlog. Dit is weer de eerste vlog naar mijn vakantievlogs. Ik hoop dat jullie het hele leuke vakantievlogs vonden. Ik vind het uiteindelijk best leuk geworden. Ze zijn volgens mij ook nog een beetje rond 13 minuten geworden. Dus langer dan ik had verwacht. Ik dacht dat ze echt maar 6 minuten zouden worden. Maar ja, we beginnen weer gewoon verder met allemaal normale weekvlogs. Het is vandaag dinsdag, geen maandag. En ik zal gewoon hier al eerlijk zeggen, ik ben gisteren totaal vergeten om te filmen. Echt totaal vergeten. Maar gisteren heb ik ook niet echt iets boeiends gedaan. Ik heb rijles gehad. En dat was het. Verder heb ik niks gedaan. Ik ga nu naar Jane toe. Want afgelopen zaterdag, toen ik was vrijdag teruggekomen van vakantie. Zaterdag en zondag heb ik niks gefilmd. Omdat, ja, ik kon wel een weekvlog gaan maken. Maar dan zou die uit 2 dagen bestaan. En dan bij mijn vakantievlog kon het ook niet meer, want ik was niet op vakantie. Dus ik heb die 2 dagen gewoon niet gefilmd. Maar zaterdag heb ik Janie geholpen met heel haar kamer op te ruimen. Het was 1 grote bende. Schriftjes uit groep 4. Dingen hier, dingen daar. Alles hebben we weggegooid. Want Janie krijgt vandaag een nieuw bed. Die is vanmorgen geleverd door de IKEA. En haar oude bed moest weg. En ze wilde heel haar kamer opgeruimd hebben. Dus dat hebben we gedaan toen. En ik ga nu naar Janie toe. Het is nu namelijk 10:45. Ik weet niet of je het ziet, maar het is 10:45. En ik ga haar helpen met haar bed in elkaar te zetten. En misschien kan je het wel zien. Ik heb geen make-up op, maar dat komt eigenlijk omdat ik heel de vakantie geen make-up op heb gehad in Italië. En daar nu gewoon een soort van beetje aan gewend ben geraakt. Dus ik wil het eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen om weer make-up te gaan dragen. Of althans make-up. Om weer mascara op te doen en mijn wenkbrauw te doen. Dat wil ik zo lang mogelijk uitstellen. Misschien raak ik er wel zo aan gewend aan dit lege, brakke gezicht. Blote gezicht wilde ik zeggen. Dat ik nooit meer make-up op doe. Ik denk het niet. Maar voor nu nog even wel. Ik heb een knot in met een scrunchie. Dat vind ik heel erg leuk. En het is lekker uit je gezicht. Want het is best wel warm. Het shirtje dat ik aan heb is van Zoe Carson. Met dat achterkantje op de dinges. En gewoon een grijze broek van de Peace. Is niet heel veel bijzonders. Ik neem mijn nieuwe tas mee. Hebben jullie deze video dan al gezien? Of een nieuwe video? Nee, dus ik ga hem nog niet laten zien. Want aankomende donderdag komt er een shoplog van Italië online. En nog wat andere dingetjes. Dus ik ga het dus nog niet laten zien. Anders weten jullie het al en dat is niet leuk. Oeh, mijn camera is 2%. Ik ga mijn oplader meenemen naar Jane. En dan ga ik daar opladen en filmen. Dus doei. Nou, hoe laat is het nu? Hoe laat begonnen we, Jane? Het is nu 2 uur. Zijn we om 12 uur begonnen of zo? We hebben 2 uur over gedaan om haar bed in elkaar te zetten. En wat een tyfuswerk was dat. Sorry voor het gescheld, maar het was echt een kutklus. Maar niet eens, zeg maar, die lange stukken. Maar dat stuk was echt heel rot. Maar er ontbreekt een deel, maar die komen ze over een uur brengen. En ze heeft ook de nachtkastje in elkaar gezet en gaat nu lang schoonmaken. En ik heb niet gefilmd, omdat je anders alleen maar een chagrijnige kop zag. Dat was echt bizar. Dat was echt niet normaal. Ik lijk net kaal weer. Maar goed. Oh, trouwens, ik ben hier op de fiets heen gekomen, maar mijn scooter doet het niet. Nog meer ellende op deze dag. Hoeveel ellende kan een mens hebben op een dag? Oh, wat? Eeuw. Wat? Nou kijk, dat witte is gewoon een stoflaag. Dat doorzichtige, zo hoort hij. Dit wil ik even laten zien. En dan zeg maar kijk, dat wat, ik vies aan de buitenkant ben. Zie je het heel goed. Eeuw. Mam! Jij zegt toch altijd dat ik vies ben? Ja, jouw lamp is echt kapot vies, joh. Ja. Eeuw. Dit is nasty, bro. Oké. Maar Jane promoot even je eigen video. Jane heeft eindelijk na 300 maanden een nieuwe video op haar kanaal staan. Ja, kijk allemaal even op Janie Romy. Ik zet het wel even in de beschrijving. En even abonneren, uiteraard, want dan kun je ook de Ibiza vlogs van Janie over 2 maanden zien. Yeah. Oh, over 2 maanden, ik had dat snel. Mm-hmm. Kijk, dit is het bed, jongens. Van de IKEA, voor de mensen die het willen weten. Godver, hoe krijg ik dit ooit schoon? Niet. Slaapkastje, hoe noem je dit? Nachtkastje, ook van de IKEA. Ik heb eigenlijk echt een IKEA-kamer. En behang, geen idee waar het van is. Hornbach? Nee, Praxis. Praxisje. Lekker luipaard. Leuk. Oké, doei. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag. En sorry voor mijn kop. Ik zie er echt niet uit. Ik heb echt
nog zo'n heel klein mini knotje op. Ik heb gisteren deze week vlog. Ik weet niet of ik hem online ga zetten. Omdat ik echt heel weinig heb gefilmd. Dus misschien dat ik hem gewoon niet online zet. Dus als je dit nu kijkt. Lucky you, hij staat wel online. Maar gisteren, of na dinsdag was ik natuurlijk bij Jane. Hebben we haar bed in elkaar gezet. En toen in de avond bleef ik bij Milan slapen. En daar ben ik gisteren geweest. En gisteravond bleef Ape hier slapen. Heb ik ook niks gefilmd. Die is nu net weg. Het is nu donderdag. 3:30. En ja. Echt een rukweek vlog. Volgens mij is die nu pas 2 minuten of zo. En het is al donderdag. Maar ik moet er gewoon weer even inkomen met vakantie en zo. Ik weet niet. Misschien dat hij daarom ook niet online komt. Want als deze week vlog maar 5 minuten wordt in totaal. Ga ik hem dus echt niet online zetten. Als het dus langer wordt ga ik hem wel erop zetten. Denk ik. Dus ik moet nog gewoon even kijken of ik veel ga doen. Morgen heb ik namelijk ook nog niet een planning. Heel misschien dat ik met mijn oma naar de stad ga. Maar dat weet ik niet. Zaterdag moet ik gewoon werken. En voor de rest weet ik gewoon nog niet wat ik ga doen. Dus of er dan een planning komt. Volgende week ga ik wel iets heel leuks doen. Ik ga namelijk met Char naar de opening van My Jewelry. Van de nieuwe winkel in Haarlem. Daar gaan we naartoe. Dus dat was super leuk. Of je het kan zien op mijn arm hier. Maar ik begin helemaal te vervellen. En ik vind het echt niet leuk. En dan gaat mijn bruine kleurtje weg. En ik heb echt al mokerlang geen make-up op mijn smoel gehad. Nu ook niet. En mijn wenkbrauwen beginnen nu wel ietsjes lichter te worden. Maar goed. Ik denk echt dat het heel raar is als ik weer make-up op ga doen. Of althans, dat zei ik volgens mij dinsdag ook. Dat ik eigenlijk altijd alleen maar mijn wenkbrauwen doe en mascara. Maar alsnog kan het echt best wel een groot verschil maken bij een mens. Maar goed, ik ben echt weer onzin aan het praten. Ik krijg deze week ook, als het goed is vandaag, een pakketje van Chiquelle binnen. Ik mocht voor wat uitzoeken. Maar ik twijfel of ik dat in mijn shoplog ga laten zien. Want er komt volgende week, aankomende donderdag voor jullie een shoplog online. Of dat ik het in deze week vlog laat zien. Ik denk dat ik het in de week vlog laat zien. Want ik heb op zich wel veel voor de shoplog al. En als ik het in deze week vlog laat zien, is die toch net even iets leuker. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Maar ik weet het nog niet zeker. Oké, zoals ik dus al vertelde, zou ik een pakketje van Chiquelle ontvangen. Die heb ik binnen. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Ik weet zelf ook nog niet wat erin zit. Maar ik had dus een paar dingen gestuurd die ik wel leuk zou vinden. En dan zouden hun zeg maar kiezen wat ik zou krijgen. Dus even overmaken. En het was echt super snel, want ik heb dit dinsdag doorgegeven. Dinsdag? Ja, ik heb dit dinsdag doorgegeven. Het is vandaag donderdag. En ik heb vandaag dus een huis. Oké. Even kijken. Als eerst zie ik iets wits in een maatje XS. Ik weet niet of ik nu alles ga passen of er later beelden bij plak. Maar ik zal even hier een fotootje van het model beeld zetten. Die is echt een heel erg mooi jurkje. Dus een wit kanten jurkje met een onderlaagje eronder. Ik weet niet of je dat goed ziet, maar dat hij niet doorschijnt. Aan de achterkant heeft hij een rits. Die loopt tot best wel ver door. Maar echt, hij doet me heel erg denken aan die shirtjes van de Zara. En die kwaliteit voelt echt goed. Beter dan van de Zara nog eigenlijk. In een maatje XS dus. En oh my god, hij ziet er echt heel erg mooi uit. Zal ik even de prijs opzoeken hoeveel ze waren? Even kijken. Dit jurkje kostte 60 euro, maar ik heb een code voor jullie waar je 15% korting mee krijgt. Die zal ik even hier heel de tijd onder in beeld zetten. Zodat jullie die heel de tijd gewoon kunnen zien. Maar dit jurkje was dus 60 euro, normaal. Even kijken, dan zie ik nog iets zwart. Ook in een maatje XS. Is dit? Oh, dus die body. Oeh. Dan deze body. Super mooi. Oh my god, deze is echt heel erg mooi. Voor heeft hij een laag uitgesneden V-hals. Het schijnt helemaal door. So as you can see. Hier zie je het misschien wel beter. Ik zal weer even een plaatje erin zetten. En dan zeg maar de onderkant is wel gewoon bedekte stof. En hij gaat dan weer dicht met van die knoopjes. En dat is deze. Heb ik ook in een maatje XS. Even kijken hoe duur deze is. Deze is 35 euro. En krijg je ook weer 15% korting op. Echt heel mooi is deze. Zeg maar met zo'n lage veils. Oeh, I like it. Oké, dan deze in een maatje XS. Ik weet niet precies wat dit is.
Dit is ook een hoodie. Wel een iets pikantere deur. Die is best heavy, maar oké. Even kijken, je hebt zeg maar twee van die flappen om je titties te bedekken. En dan hieronder is het ook een body, maar dat is dus niet bedekt. Bij deze is dat dus wel, bij deze dus niet. Dus je moet hier wel gewoon echt een onderbroek onderaan. Dat zou ik sowieso doen hierbij onder, maar oké. Anders schijnt wel echt heel de wereld door volgens mij. Maar ik vind hem op zich wel mooi. Volgens mij, heb ik deze nou gekozen? Nou, ik weet niet meer. Maar even kijken hoeveel deze was. €35. En dan het laatste is volgens mij een broek in een maatje 36. Die ga ik even uitpakken. Dit is een flare. Oh my god, dat ziet er best wel groot uit. Dat ga ik sowieso nooit passen, jongens. Wat jammer. Maar oké. Het is dus een flare broek. Met hele lange pijpen. Ik ga even voor me houden hoe lang die is. Oké, kunnen jullie dit überhaupt helemaal zien? Ik denk het niet, maar hij is echt veel te lang in het leven. Maar oké, deze dus. En die was, even opzoeken. Wel trouwens een hele mooie kwaliteit stof en zo. Deze was €50. En wat mij heel erg eraan deed denken. Dit labeltje doet mij echt exact denken aan de Zara. Het labeltje van de Zara ziet er ook uit. Dat er Zara Woman. Maar goed. Het voelt wel echt als een hele goede kwaliteit stof. Hij ziet er ook echt super mooi uit. Het is een webshop in Zweden trouwens. Die nu naar Nederland aan te komen is. En je kan gewoon met Ideal betalen. Verzendtijd. Goedemorgen. 1 tot 3 dagen. En ik vind het echt hele mooie kwaliteit. En ik krijg dus nu 15% korting. Super chill. Oh, hij staat nog een beetje. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik heb net zoals je kunt zien misschien een shoplog opgenomen. Dus wil je nou weten wat hier allemaal ligt, waar het allemaal van komt, hoe en wat. Moet je aanstaande donderdag even deze video kijken. Shoplog die online komt om 4 uur. Gisteravond zijn we opeens uit het niets met z'n allen naar Milan toe gegaan. Met Ebel en nog een paar andere gasten en zo. En het was echt super gezellig. Maar ik kon mijn camera helemaal niet bij me, dus ik heb daar ook niks gefilmd. Ik wil nog even wat zeggen over die items van Chiquelle. Ik heb gewoon mijn eigen maten besteld. Maar die broek die jullie konden zien is veel en veel te groot. En de rest, dat jurkje en die body, veel te klein. Veel te klein. En ik vind het echt heel erg zonde. Echt heel erg jammer. Maar ja, ik heb gewoon mijn eigen maten besteld. En het was heel raar, want er stond op de site vrouwen van 1,70... gewoon die maat ook hadden, terwijl het bij mij echt, als ik bukte na, je kon echt heel de maan zien, zeg maar. En ik vond dat wel echt heel erg jammer, maar goed. Zei ik nou trouwens dat het vandaag donderdag is? Het is vandaag vrijdag. Vrijdag is het vandaag. Ik ga voor de rest vandaag denk ik niet echt iets doen. Ik ga even deze zooi opruimen en denk maar gewoon gelijk die video bewerken. En dan staat hij maar gewoon alvast ingepland. Helemaal top. Ik weet niet echt nog wat ik van mijn haar moet vinden. Die scrunchies zijn best wel groot die ik heb. En Ape had gezegd dat ze bij de Solo kleiner hadden. Dus daar wil ik van de week even kijken om van die kleine scrunchies te halen. Dat vind ik misschien wat leuker dan deze grote overdreven dingen. En de laatste week van mijn vakantie is aangebroken. Ik heb op zich wel weer zin om naar school te gaan om alle meiden te zien en zo. Maar ik geniet echt gewoon van de vakantie en van het leven dat je niks hoeft te doen. Het is gewoon echt geweldig. Nee, maar ja. Morgenavond gaan we trouwens ook uit met z'n allen. Naar het strand uit. We gaan naar het strand, daar gaan we uit. Misschien dat ik dan wel mijn camera meeneem. Of in ieder geval dingen met mijn telefoon filmen. Dat vind ik wel leuk. Morgen moet ik ook gewoon weer werken. Dus morgen zal ook niet een hele spannende dag worden. Althans overdag niet, misschien 's avonds wel. Geen idee nog. Maar ik ga nu even dit allemaal opruimen en video bewerken alvast. Helemaal, het is vandaag zaterdag. En zoals je heel misschien... Oeh, ik heb het even volgens mij... Nee. Oh, mijn camera is leeg, hoe kan dat? Maar... Zoals je heel misschien kan zien aan mijn hoofd. Kom ik net thuis van werken. Ik wil nog even snel iets laten zien voordat mijn camera echt uitvalt. Ik had namelijk nog bij de H&M dit slaapmasker besteld van de Love Stories collectie. En ik ga nu even douchen. En dan ga ik daarna avondeten. Klaarmaken en dan ga ik naar Eva en we gaan vanavond uit. Maar oké, het slaapmasker. En ik vond hem echt super cute. En deze was
12 euro. En mijn ouders waren naar de stad. En ik heb volgend jaar 2 dagen stage, 3 dagen school. Maar ik moet dus 4 dagen in de week een zwarte broek aan. En ik had nog maar 1 zwarte flare. Dus mijn moeder heeft even een zwarte nieuwe flare voor me gehaald. Oh, deze stof voelt wel dikker. Chill. Oké. Het is gewoon een hele simpele flare. En normale stof, geen ribbelstof of zo. En dit is dus de enige flare die ik een beetje past. Die niet mega erg te groot is. Dit is dus van die, ik weet niet of je het heel goed kan lezen, Seven Sisters lijn. En deze is 30 euro. En heb ik in een maatje XXS. Omdat die anders echt veel te lang is in het leven. Maar deze heb ik dus al. En die zit heel erg chill. Althans, leek die nu heel erg door te schijnen. Maar de mijne valt heel erg mee. Dus. Maar deze zijn gewoon heel erg chill. Want deze pas ik dus met mijn Sandra's aan. Niet met sneakers. Dan is die te lang. Maar wel met mijn Sandra's. Dus die heb ik even nieuw gekocht voor stage en school. Zodat ik niet 4 dagen in 1 broek leef. Maar ik moet van de week nog even een normale spijker halen. Want ik heb nu 2 dezelfde flares. Dus lijkt alsnog of ik 4 dagen in 1 broek leef. Maar oké. Ik heb. Waar is mijn broodje? Oh. Broodje. Ga ik even heel snel opeten. En dan ga ik even douchen. En even dat vieze chloor uit mijn haar halen. En even mijn camera opladen. Gedaan zoals je kunt zien. Ik weet niet echt of ik het zo ga laten, maar dat zie ik straks wel. Ik ga nu namelijk naar Eve toe. Ik heb dit shirtje aan van de H&M. Die is eigenlijk van mijn moeder, maar die draagt hem niet. Dus ik mocht hem hebben. Hij is hier wel een beetje groot, maar goed. Mijn kettingjes, rokje van de Zara en mijn Gucci riem. En ik doe mijn fleurlettersje erbij. En ik neem even deze crunchie mee, want stel dat ik straks opeens een knot in wil of zo. Ik weet nog niet echt wat ik met mijn haar wil namelijk. Dan kan dat gewoon. En ik wil eigenlijk mijn boodschapjes aan. Dat die gewoon echt vet lekker zitten. Deze. Deze zijn al best wel oud. Die heb ik gekocht toen ik of in groep 8 of in de eerste zat. Bij Manfield. Dus die hebben ze sowieso niet meer. Maar ze zitten wel echt goddelijk. Dus die doe ik aan. En ik neem een spijkerjasje mee voor de overheen. Nee. Ik neem denk ik deze trui mee voor de overheen. Dat ik die aandoe. Of deze. Die get off my back. Dus ja. Ik ga nu even mijn spullen. Oh, ik heb trouwens voor mijn haar deze mousse gebruikt. Van Sios. En de André Lon Perfect Curl. En gewoon voor mijn puntjes alleen deze No Haircut Cream van L'Oreal. Maar ik ga nu even de rest van mijn spullen pakken. En dan ga ik naar Eve toe. Helemaal. Het is vandaag zondag. Ik zie er echt niet uit. Mijn haar ziet er ook echt niet uit. Maar gisteren na het uitgaan had ik het in een knot gedaan. En als ik dat nu los doe, dan is het helemaal overhoop. Dus ik ga het niet losmaken. Maar ik ga even uitleggen waarom ik niks heb gefilmd. En ook vaker voor als ik zeg maar ergens naartoe ga of zo, dat ik weinig film. Maar zoals je misschien in de spiegel. Ik ga het even proberen te laten zien. Maar zoals je misschien in de spiegel kan zien. Oké, dit is heel onhandig wat ik doe. Zoals je misschien kan zien, is deze camera gewoon best groot. En dit soort tasjes, deze, past mijn camera niet in. Mijn camera past alleen in deze. Maar die tas is best wel groot. Dus dat is best wel vervelend om mee te nemen. En ik ga ook niet mijn camera de hele tijd los in mijn hand houden. Of in zijn camerahoes meenemen. Ga ik ook niet doen. Ik ga ook niet uit en met zijn camerahoes in mijn hand lopen. Dus daarom is het best vervelend. En dan met mijn telefoon filmen vind ik. Zag ik nog een ingezoomd? Nee. Maar met mijn telefoon filmen vind ik dan. Nee. Maar ik moet dat misschien wel wat vaker gaan doen. Want nu zeg ik dan. Ik ga uit. En dan volgende dag is het alweer. En dan hebben jullie geen uitgaansbeelden gezien. Zo het juist wel heel erg leuk en gezellig was. Want we waren ook nog naar de vuurwerkshow geweest. Daar heb ik een filmpje van op mijn telefoon. Die kan ik even laten zien. Echt een heel kort filmpje. Dat was namelijk op Snapchat. Maar het was wel heel mooi. Het was in Scheveningen. Kijk hoe mooi het eruit zag. Ja, dit is dan versneld hoor. Maar dit was echt een kwartier lang of zo.
En het zijn zeg maar landen die tegen elkaar strijden qua met vuurwerk. Maar goed, dat was even een korte uitleg. Volgende week wordt wel leuk. Althans, ja, ik heb iets minder leuks en iets leuks. Maar dat zien jullie in de volgende week vlog. Ik ga nu even mijn kamer opruimen. Because it's a mess. En wat ik nu aan heb is deze trui van Pooh & Bear. Hij is een beetje mijn uitgaanstrui, want hij is ook wel een beetje lelijk en zo. Dus dan, ja, dit shirt van Gis Louise en mijn spijkerbroekje. Want ik had geen andere broek meegenomen voor vandaag. Maar goed. Had ik deze al laten zien? Volgens mij wel. Ik vind hem zo schattig. Er staat ook Love Stories op. How cute. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik gebruik dit eigenlijk nooit. Maar mijn kamer is helemaal wit. So as you can see. En dan in de ochtend als de zon schijnt wordt het best wel snel licht hier. Dus dan vind ik het wel chill om dit op te doen. Ik had er ooit eentje, maar dat was met elastiek dit. En dat rekt dan heel erg uit. En dan past die niet meer omhoog. Maar dit is gewoon een strik, dus die kan je lekker zo verstellen. Dus ja, ik denk dat ik bij deze alvast de weekvlog ga afsluiten. Dan kan ik hem gelijk bewerken en inplannen voor morgen. Aankomende donderdag komt er een hele leuke shoplog online. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Of nou ja, zeg maar, ben enthousiast over dat die online komt. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Heb je nog tips voor mijn weekvlogs? Om ze wat leuker, professioneler en alles te maken, laat het zeker weten. Want alle tips zijn helemaal hartstikke welkom. Straks begint natuurlijk ook weer school en ga ik ook proberen daar weer wat meer te filmen. Dus dan hoop ik dat de vlogs ook wat interessanter worden om naar te kijken. Want ik krijg best wel veel vragen over mijn opleiding altijd. Dus ik hoop dat dat ook lukt en leuk wordt en zo. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog in ieder geval. En tot volgende week. Doei doei!